Ik heb 3 januari een ongeluk gehad met trampolinespringen. Ben op mijn nek gevallen tijdens een dubbelsalto, afgeleid en verkeerd terechtgekomen. Toen bleek in het ziekenhuis dat ik mijn nek op 2 plekken gebroken had en een dwarslesie heb opgelopen. Ja, toen eigenlijk begon het traject te lopen. Dat was een behoorlijke klap begin van het jaar. Even los van dat het alleen dat het een collega is, ook een vriend, echt een maatje. Dus buiten de sportschool om ook veel contact. Ja, dat was wel even een klap in je gezicht die je echt niet zag aankomen. Waarom dan nu een stichting voor Karsten? Al vrij snel daarna had ik zoiets zo van, dit gaat niet goed komen. Mensen komen voor een hele hoop kosten te staan. Karsten zei ja, met heel veel moeite. Want hij is een jongen die graag de touwtjes zelf in handen heeft. Alleen zich realiseert dat ze het nu niet alleen kunnen. Geld is er nodig. Ja, hoe noodzakelijk is dat? Zijn ouders hebben al heel veel thuis gedaan. Ja, spaarpotjes raken leeg. Karsten wil heel graag de therapie in Biddinghuizen gaan volgen bij de Rode Draak. Dat is in een mollysuit. Dan krijgt hij een pak aan met elektroden erop. Die zijn hersenen aan gaan sturen dat hij bepaalde bewegingen weer kan gaan maken. Kost ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 euro per half jaar met de therapie erbij en het pak. Dus dat is ons eerste doel, om daar al zo'n half jaar mee aan de gang te gaan. Dus 20.000 euro hebben we toch zeker nodig. En we hopen op veel meer. Ja, en nu? Hoe is het nu? Thuis ben ik nog steeds 2 keer in dagbehandeling en ga ik 4 tot 5 keer per week activiteiten doen om mezelf zo fit te krijgen dat ik in ieder geval weer iets met mijn lichaam kan om te leven. Hij is weer begonnen, super positief. Hij heeft door het hele jaar heen er keihard voor gewerkt en hij is altijd zo positief gebleven. Ja, dat is wel noemenswaardig. Ja, daar doen we wel ons best voor, zo positief mogelijk te blijven en de mensen om je heen positief te houden, want het is natuurlijk een zware periode geweest. Verder probeer ik inderdaad nu weer hier te sporten, maar ook gezellig een bakje koffie te doen met mensen. Om weer enigszins terug te komen onder de mensen waar ik graag bij ben.